Het is echt ons paradepaardje als installatiebedrijf. Dus we hebben hier een qua meterregelsysteem en ook de naregeling hebben we echt iets nieuws gedaan, ook voor ons. Dus medewerkers kunnen hier zelf een QR-code scannen op hun afdeling en dan zelf het licht sturen, de muziek, de temperatuur, de zonwering kunnen ze allemaal echt zelf voor hun afdeling bepalen. Dus dat, ja, dat is wel echt een mooie finishing touch techniek die je niet direct ziet, maar wel in het pand verwerkt zit. Bezig met een nieuw pand aan het bouwen, wat meer past bij de uitstraling van het bedrijf wat we nu zijn. En we willen hier een fijne werkplek bieden aan onze medewerkers, bouwen aan naamsbekendheid en zorgen dat we lekker dicht bij het openbaar vervoer zitten, waardoor onze medewerkers wat makkelijk op kantoor kunnen komen. Als je ook ziet hoe snel het hier gaat in de bouw en hoe ver we al zijn, ja, dat is echt heel gaaf om te zien. Je ziet mij hier nu voor het pand staan, het nieuwbouwpand van Lohmans Kapelle. Waar we enorm trots op zijn dat wij deze dag met elkaar gaan meemaken. En als je een beetje zo schuin achter me kijkt, zie je al een stukje houten gevel. Daar gaan we straks de eerste lat slaan. Dat gaat Paul Lohmans doen. Ja hoor, de eerste spijker zit erin. Nou, jullie hebben al jongens. Toast. Cheers. Toast. Cheers. Op de mooie bouw van Lohmans Kapelle. Dit is ons trots, de Kuip. Kijk, met een Kuip kunnen we natuurlijk niet achterblijven. De Feyenoord Hasbol. En we hebben hier een touchscreen en daar kunnen we alles mee bedienen. Kunnen we de verlichting mee bedienen, kunnen we de screens mee bedienen en uiteraard kunnen we onze muziekzenders kiezen. We hebben stadsverwarming, dus een gasloos pand. We hebben wat PV-panelen op het dak liggen, zodat we wat energie kunnen opwekken voor onze eigen stroombehoeften. En hier is natuurlijk zoveel openheid en ruimte met al het glas en al het groen. Ja, het doel is echt dat het voor iedereen een hele fijne nieuwe werkplek gaat worden. En daar heb ik veel vertrouwen in. Dus waanzinnig om hier nu na 2,5 jaar erover nadenken en echt de bouw te volgen, nu eindelijk hier te zitten.